Dit is de setup voor ons Arduino-applicatie waarmee je de Arduino aan een stuurcomputer kan koppelen van een boot. En vervolgens hier is de Arduino in beeld. De ledjes geven aan hoeveel je moet bijsturen om op de juiste koers te komen. Het witte vlak op het scherm is de seriële output van de Arduino. En rechts start ik nu de seriële simulator die geschreven is in Python. Die simuleert dus eigenlijk de output van die stuurcomputer aan een schip. En vervolgens gaat Arduino daarop reageren. Het is niet heel goed te zien, maar het linker groene lampje stond net even aan. Waarmee dus aan te geven is dat, ja, dus gaat hij weer. Er moet nou dus iets meer naar links worden gestuurd om op de juiste koers te blijven varen. De simulatie in Python neemt vrij random getallen om de huidige koers te simuleren. Dus hij kan opeens heel hard omslaan. Nu helemaal naar rechts. En dat is eigenlijk alles wat hier te zien is.